beetje fantasie nog hebben. Ja. Ja. Je ziet hier ook niet meteen kaas in. Als je denkt van, dit moet de kaas worden. Ja. Nou ja. Ja. Maar het is wel zo. De Edammerkaas wordt niet zoals je zou denken in Edam gemaakt, maar in West-Friesland. De fabrieks-Edammer, zelfs in Groningen. En wat is het verschil dan tussen die fabrieks-Edammer en jullie boerenkaas dan? Nou, het verschil is gewoon dat als je boerenkaas hebt, dan zitten echt alle smaakstoffen nog in de melk, omdat je gewoon niks met de melk doet. Het is gewoon rauw. Rauw, ja. Dus het heeft heel veel extra smaakstoffen. Waar de fabriek gewoon nooit aan kan komen. Want die zijn verplicht om de melk te pasteuriseren en zo. Maar komt er ook als toerist die kaas kopen? Ja. Ook speciaal vaak dan toch voor de Edammer. Want dat, ja, tik Edammer kaas in op Google en je komt bij ons. Ja. Want wij zijn de enige nog. Het gaat ook om het verzuren. Dat is het inwendige proces in de kaas. Dat heeft echt een uur of 9 nodig. Dus daarom beginnen we al 's morgens vroeg. Een randje snijden we eraf. Merk gaat erop. Nou, dan gaat hij weer geperst worden tot 12 uur. En vandaag gaat de plastic omheen. 1 laagje. En dan morgen de andere kant. En dan nog weer een kant. En nog weer een kant. En dan is hij klaar. Nou, ik heb hier een lekkere komijnen-edammer. Kan je die eens even proeven? Hij is niet heel zwaar, hè? Nee, hè? Maar die komijn is wel heel sterk. Mm-hmm. Overheerst. Het is echt komijnenkaas. Ja. Ja, kom eens even binnen. Eén vraagje. Ben jij wel eens op de kaasmarkt geweest in Edam? Edam, nee, nog nooit. Nee.